99,99% van de dingen die we doen op een podium staan. Ja. Flink sporten, je hebt gevoetbald op niveau. Ja. Ik bij de radio, dat is allemaal dat dit genenpakketje wil laten zien. Kijk eens, goed genenpakketje, plantje voort erbij. Tjoh, allemaal lekkere stofjes, hè? Ja, dopamine. Ja, serotonine, dopamine. En de dag daarna komt de dip. Ik weet het gewoon al. De dag daarna ben je niet op tv. En dan roept ook weer zo'n stem. Ja, wacht eens even, we waren toch belangrijk. Ja. We waren op tv gisteren. Ja. En op een gegeven moment ben ik maar gewoon in de file gaan staan. Ja, laat maar zo'n soort paniekaanval opkomen. En zie maar dat je er niet dood aan gaat. Geld moet niet je drijfveer zijn. Kan ook uiteindelijk niet. Het is ook niet wat je uiteindelijk het geluk brengt. Ja. Wat is geluk eigenlijk? Kun jij dat omschrijven? Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test en krijg persoonlijk advies over welke voedingssupplementen bij jou passen. Doe dit via de link vitakruid.nl/opinspiratie. Slimme mensen zoals jij weten dat wanneer ook jij deze podcast gaat liken, delen of op gaat abonneren, zo nog meer mensen kunnen inspireren. Doen dus. En wanneer je mooie inzichten uit deze podcast haalt, kan je mij ook sponsoren via opinspiratie.nl. Zo kunnen we nog meer afleveringen maken. Nou, vandaag op bezoek bij Patrick Kikken. Patrick, bedankt dat ik hier mag komen. Ja, leuk dat je hier naartoe bent gekomen helemaal. Ja, super. Hey, zou je jezelf misschien in een notendop voor kunnen stellen wat jouw rol is hier op de wereld? Ja, wat mijn rol nu is eigenlijk heel simpel. Ik ben podcaster, net als jij. Ik heb een boek uitgebracht, Leven zonder stress. Ik doe nog één radioprogrammetje in de week bij Wild FM. Dat ken je misschien wel, een station in Amsterdam. Met dat draai ik mijn favoriete oude hip-hop en R&B. Ik ben vader van een dochter van bijna 14. En ik schaaf af en toe aan op tv om een mening te geven. Ja. Ja. Klinkt goed. Ja, dat is een mooie vulling van je tijd, toch? Ja, zeker weten. Ja, de titel van je podcast is Leven zonder stress. Ja. Wat is stress eigenlijk? Ja, wat is stress? En hoe kom je er vanaf? Misschien wel een belangrijke vraag. Dat is wat. Laat ik met die eerste beginnen. Stress is eigenlijk heel simpel samen te vatten tussen of er is iets wat we niet willen, of er is iets niet wat we wel willen. Er is dus eigenlijk met hoe het is en wat hoe we willen dat het is, daar zit hem een discrepantie. Ja. Je bent leraar Nederlands, hè, dus ik gebruik graag mooie Nederlandse woorden. Discrepantie. Dat klikt niet helemaal in elkaar of zo. Nee. Ja, hoe kom je er vanaf? Ik dacht eerst ook, nou, dan moet ik alles in mijn leven kloppend zien te krijgen. Ja. Maar ja, dat is onbegonnen werk. Daar ben ik wel achter gekomen. Want ik bedoel, dat zag je vanmiddag ook alweer. Onze afspraak liep wat uit. En weet je, als ik me dan heel erg had vastgehouden, of misschien na jou nog twee afspraken had, ja, dan had me dat stress opgeleverd. Zeker. Dus van tevoren ook logisch nadenken. Van ja, maar wacht, tijdtechnisch zou het wel kunnen dat ik om 6 uur weer met iemand heb afgesproken. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. Ja, klopt. En het loopt mis. Ja. Dus ja, vooral. Ja? Dus die controle, die heb je eigenlijk niet. Nee, ja, dat inzien en weten dat je wel, ik bedoel, logisch nadenken soms dingen kloppend kan maken. Maar ja, vaak zijn de dingen gewoon van zichzelf al kloppend. Ja. Ja, dus je ervaart eigenlijk dat je eigenlijk geen controle hebt in het leven. Nou ja, daar komen we meteen bij mijn favoriete filosofie, non-dualiteit, uit. Daarin wordt inderdaad gesteld dat de vrije wil eigenlijk maar een verzinsel is. En dat ik weet dat heel erg indruist tegen alles wat ons geleerd wordt. Maar als je het leven nou eens iets meer al kan zien als iets wat jou gewoon gebeurt. Ja. Waarin jij je rol speelt, maar het is van zoveel factoren afhankelijk. Dat je niet helemaal zelf kunt bepalen wat je rol is en hoe je die rol speelt. Ja, dat geeft al heel veel rust. Ja. En hoe weet je zeker dat er geen vrije wil is? Er zijn natuurlijk tal van onderzoeken. Ja, klopt. Er is zo'n beroemd onderzoek, dat ken je ook. Hè, dat voordat ik nu dat glas drinken pak, is er al een breinactiviteit in mijn hersenen. Wat ertoe leidde dat ik dat glas ijstie ging pakken. Ja, dat konden ze in zo'n onderzoek in de kamer ernaast al zien. Zeg maar dat die hersenprikkel al geactiveerd werd en dat je dan pas iets ging doen. Dat je dan ging handelen. En dan zou je nog kunnen denken, oké, maar ik heb daarvoor die beslissingen gemaakt. Maar ja, ik durf daar wel aan te twijfelen. Ja, ik zeg ook niet dat er geen vrije wil is. Ik vind de mooiste stelling eigenlijk gewoon, er is geen en wel vrije wil tegelijkertijd.
Ja. Want daar kan het denken niks mee. Ja, maar het moet één van de twee zijn. Nee, het is het allebei. Dan lost ook meteen de vraag op, weet je wel. Echte non-dualiteit. Ja, precies. Echt non-dualiteit. Maar het heeft mij in ieder geval heel veel rust gebracht. Dat heel veel dingen me ook gewoon gegund zijn. En heel veel dingen me ook gewoon overkomen zijn. Ja, ja, ik denk dat het ook belangrijk is inderdaad om te leven met het idee van vrije wil. Want psychologen die zeggen ook dat het idee van vrije wil, dat je die hebt, dat al gelukkiger maakt. Hmm, ja. Dus ik denk dat dat inderdaad wel een belangrijke toevoeging is. Absoluut. Het is een collectieve afspraak waar we ook niet onderuit moeten proberen te komen. Ga maar eens tegen een rechter zeggen. Ja, meneer de rechter, ik heb die man niet vermoord. Het gebeurde gewoon. Ja, daar zien ze je al mee aankomen. Hè? Ja. Dus dat is het niet. Maar ik vind het al een spannend idee dat je er überhaupt aan mag twijfelen. Dat vind ik, of dat je er anders naar mag kijken. Dat vind ik al leuk. Ja. Ja, en om even terug te komen op je Leven Zonder Stress podcast. Je hebt veel mensen uitgenodigd hier. Ja, veel experts. Ja, ook. Voornamelijk. Wie kon je nou het meest helpen met het inzicht wat tegen stress te doen? Dan moet ik denken, en dan hoop ik dat ik zijn naam goed uitspreek. Pieter Wijtenburg heette die zo. Nou, hij is in ieder geval, je hebt geen stress, je hebt angst. Hij wees heel erg dat er onder stress nog iets anders zit. Er zit angst. Angst voor afwijzing. Angst voor niet goed genoeg zijn. Wat is eigenlijk jezelf afwijzen is. Angst voor commentaar. Angst voor tekort. En toen dacht ik, ja, dat is wel vaak. Angst is natuurlijk een hele slechte raadgever. En heeft mij ook heel veel stress bezorgd. Ja. En had je dan angst om niet meer bij een bepaalde groep te horen? Of niet meer bekend te zijn? Dat is natuurlijk, als je op het moment dat je wat bekender wordt, is dat de grootste angst. Dat zie je in alle artiesten ook. Die zijn bang, staan ze op nummer 1. Oh, ik ben naar nummer 2 gezakt. Wat nu? Wie staat er nu op nummer 1? Dat is een grote angst. Ik heb vroeger in mijn jeugd wel met mijn vader wat te steggelen gehad, om mij zo te zeggen. En die dreigde altijd met, ja, als jij zo doorgaat, ga jij het huis uit. Dus ik heb altijd het idee, als ik mensen te veel ben, dat ze me het huis uit gaan zetten. Ja. Ik vind, ja, dat heeft toch ooit hier geplant? Ja. Ja, en dat loop je dan mee rond. Ja. En ja, zo heb je nou, ja, angst inderdaad om niet goed genoeg te zijn. Ja, dat soort dingen. Ja. Beetje de basale dingen waar je ego je graag mee terroriseert. Ja, en om voor de kijkers, luisteraars even J.P. Janneke taal te omschrijven. Wat is het ego precies waar we het over hebben? Ja, daar zijn heel veel verschillende omschrijvingen van. Ik zie het meer als een soort dorp deelpersoonlijkheden. Weet je, ik heb Patrick, filantroop. Die deelt aan iedereen cadeaus uit. Jij krijgt straks ook nog een goodiebag voor de reiskosten. Yes. Ja, dat is toch superleuk. Ja. Maar er is ook Patrick Gierigaard, die ook op de loer ligt. En stel nou dat wij niet zo'n leuk gesprek zouden hebben, dan weet ik zeker dat Patrick de Gierigaard opkomt. Je gaat die man toch geen goodiebag geven? Die deed helemaal stom tegen je. Weet je wel? Dan krijg je die interne dialoog. Ja, precies. Ja. Ja. Dus ik geloof er wel in dat er eigenlijk niet, dat er van ons een soort van heel veel versies zijn die constant, ja, tegenstrijdig zijn aan elkaar. Ja. Patrick de luiaard en Patrick die wel zin heeft om de schouders eronder te zetten. Patrick de lieverd, Patrick de klootzak. Ze zijn er allemaal. En hoe activeer je nou bijvoorbeeld zo'n Patrick die wel aan zijn podcast wil, die bedrijvig is, die ondernemend is? Hoe activeer je die nou? Ja, eigenlijk door naar die anderen niet te luisteren. Klinkt makkelijker dan het is, maar ze zijn er natuurlijk allebei. En op een gegeven moment heb ik het idee, het zijn een soort jammerende kinderen. En als je de ene op een gegeven moment geen aandacht meer geeft, dan lijkt het wel alsof die stem, die negatieve stem, een beetje uitdooft en die andere op de voorgrond komt. Ja. Het is een kwestie van er doorheen beuken. Ja. Maar ja, als je weinig geslapen hebt, je weet het ook, of je zit niet lekker in je vel, of je hebt ruzie met je vriendin, ja, dan lijkt het wel alsof die negatieve stemmetjes hun kans grijpen. Ja, ja. Ja, je zegt er doorheen beuken. Dat is natuurlijk een manier. Jan Geurts gebruikt ook bijvoorbeeld een manier. Die zegt weer dat je moet omarmen. Ja. Dat je moet verwelkomen. Ja. Hoi, wat leuk dat je er bent. Bedankt voor je advies. Ja. Ja, doorheen beuken bedoel ik ook niet zo van kapot maken. Want dat lukt toch niet. Maar meer, ja, toch een soort stap sneller zijn of zo. Je er niet door laten overmeesteren in ieder geval. Ja. Eigenlijk dan dat hij je net niet te pakken krijgt of zo, weet je wel. En hoe word je daar nou bewust van? Dat je daarin zit in die soort visueuze cirkel, maar negatieve gedachten, dat je in één keer denkt van, hey, ik zit er nu in. Ja. Hoe word je daar nou echt bewust van, aan dat moment? Ik heb eens een mooie oefening gehoord die mij helpt.
alles met een heel gek stemmetje hardop gaan zeggen. Weet je wel, zo van... Nou, dat heb en je weer... Ja, en een vervormde stem. Ja, precies. Ja. Nou, dat heb je weer goed gedaan, hè? Ja, nou, ja. Hoor, lekker. God, wat ben je toch... Dat je ook gaat inzien, wat is dat eigenlijk voor een gekke Muppet Show? Ja. Waarom luister ik daar eigenlijk naar, weet je wel? Ja. Dit is kinderlijk, hier hoef ik niet naar te luisteren. Maar het is een kwestie van alert blijven. Ja, wanneer ben je alert? Of een naam geven, gebruik ze ook nog wel eens. Ja, klopt, ja. Van daar komt Patricia weer. Ja, ben ik toch moe? Ja, maar ben ik toch moe? God, kijk mezelf nou eens. Ja. Dat helpt al, ja. Ja, dan ga je er inderdaad weer met meer luchtigheid naar kijken. Ja, want dat is het. Uiteindelijk, ja, is het allemaal maar... Het zijn maar gedachten, hè, ja, die zich aandienen. En waar staat geschreven dat je dat allemaal zo serieus moet nemen? Ja. Ja. En heb je nog wel eens situaties in het dagelijks leven dat je denkt van nou, hier ervaar ik nog wel stress voor die situatie die komen gaat bijvoorbeeld? Grote mensenmassa's heb ik nog wel eens. Na mijn laatste burn-out, dat is vaak als je een burn-out gehad hebt, word je toch, tenminste in mijn geval, wat gevoeliger, hè? Voor supermarkten, drukte. Maar ik ben bijvoorbeeld zaterdag nog naar een festival geweest en ik kon heel goed tegen de drukte, kwam ik erachter. Maar waarom kon ik daar nou wel goed zijn? Omdat de muziek niet al te hard stond. Toen dacht ik, ja, het is dus bij mij ook auditief. Ah, ja. Mijn oren zijn wel een soort, door mijn radiowerk, een soort van mijn instrumenten geworden. Dus als ergens het geluid vervormt, of het staat te hard, dan triggert dat bij mij een soort vecht- of vluchtreactie. Ja. Want ik wil dat fixen, maar ik kan het niet fixen, want ik sta niet aan de knoppen. Ja. En dat is heel gek. Dus ik merkte, oké, het zit dus niet zozeer in mensenmassa's. Het is eerder de geluidsoverlast die je ook in supermarkten meemaakt. En de bij festivals en discotheken ook natuurlijk. Ja. En hoe ga je daar nu mee om? Heel simpel. Ik heb oordoppen bij me. Ja. Nee, dan scherm ik me maar gewoon af. Ja. Kijk, want dat is natuurlijk wel, je wil situaties fixen die niet te fixen zijn. Je komt in de file terecht, daar heb ik vroeger ook altijd veel problemen mee gehad. Ik moest weg kunnen, weet je, ook zo'n vluchtreactie. En dan reed ik over zandpaadjes en mijn hele auto onder de bagger en de stront. Maar ik was niet in de file terechtgekomen, wel 2 uur later thuis. En op een gegeven moment ben ik maar gewoon in de file gaan staan. Ja, laat maar zo'n soort paniekaanval opkomen en zie maar dat je er niet dood aan gaat. Nee, je zegt... Je zegt dat je in een burn-out terecht bent gekomen. Wel meerdere volgens mij. Ja. Hoe voorkom je die dan nu? Ja, hoe voorkom je dat? Nou ja, ook weer alert zijn. Er is natuurlijk ook een stemmetje in ons dat de hele tijd zegt... meer, nog meer interviews, nog meer radioprogramma's. Oh, je moet nog meer met je kop in de krant. Ja, dat is bijna dat stemmetje wat jou de afgrond weer induwt. Ja. Daar heb ik lang genoeg naar geluisterd. En ook wel opletten met wie je omringt. Ik zit gelukkig niet meer zozeer in dat competitieve wereldje van die radiomakers. Ja. Maar ik zit nu met een podcast tegenover me. En dat zijn over het algemeen mensen die wel willen samenwerken. Hey, jij bent niet, komt hier niet al opscheppend binnen om te zeggen... Nou, maar weet je wel hoeveel luisteraars ik heb? Ja, precies. Ja. 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 En dan moet ik me weer gaan verdedigen naar jou toe. Ja. Dan krijg je zo'n ego-strijdje. Ja. De aap op de rots. Ja, precies. Wie is hier het alfamannetje? Ja. Ja. Nou, gelukkig is dat niet het geval. Nee, dat merk ik wel in die wereld inderdaad. Ja. Dat je niet zo'n ego-gedreven strijdje krijgt. Nee, het is gewoon echt een ontmoeting. Nou, en in de radiowereld is het toch vaak... tegen jou doe ik niet al te leuk, want jij bent op mijn radioprogramma uit. Of zo. Nou, zo ja. Dat soort dingetjes. Ja. Dat er een soort verborgen agenda achter ligt. Ja. Is dat veel in de radiowereld? Ik heb het wel veel gezien, maar ik heb er nooit zo aan meegedaan. En misschien had ik ook nog wel veel verder in Radioland kunnen komen, had ik er wel aan meegedaan. Dus ik zie ook nog wel in dat het de functie heeft. Ja. Ja, er zijn maar 6 stoeltjes en er zijn 600 mensen bij wijze van spreken die op die stoeltjes willen zitten. Ja, logisch dat je mensen krijgt die gaan lopen vechten en elkaar zwart lopen maken. Dus ik snap het ook nog wel ergens. Maar ik heb mijn succesjes gehad en nou, dat was het dan toch niet waar ik naar op zoek was. Nee, werkt succes dan verslavend? Verslavend en ook deprimerend. Weet je, ik weet echt... Dan ben ik de ene dag bij RTL Boulevard te zien geweest... met een itempje over een van de radiocolumn die ik geschreven had. Allemaal lekkere stofjes, hè? Ja, dopamine. Ja, serotonine, dopamine. En de dag daarna komt de dip. Ik weet het gewoon al. De dag daarna ben je niet op tv. En dan roept ook weer zo'n stem. Ja, wacht eens even. We waren toch belangrijk? Ja. We waren op tv gisteren. Ja. Waarom is dat nu niet? Nou, vroeger ging ik dan maar gewoon hetzelfde sms'je naar 10 vrouwen sturen. In de hoop
Dat en iemand even reageert. Even hapte, want dan voelde ik me weer belangrijk. En nu weet ik gewoon, nou, dat is gewoon inherent hieraan. Daarom snap ik ook al die artiesten wel die op vroege leeftijd of ermee kappen of helaas doodgaan. Het is niet vol te houden, joh. Nee. Die dopamine rush. Die ene dag, je hebt op een podium gestaan voor 20.000 man en dan zit je alleen thuis op de bank. Nou. Ja. Ja, want dat schrijf je ook in je boek Leven zonder stress. Ik vind het een mooi praktisch boek. Oh, dankjewel. Schrijf je ook dat het opraakt na een tijdje, die dopamine. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Ja. Of je brein wordt er minder gevoelig voor, zo de receptoren. Ja, net zoiets als cocaïne. Ja. Als mensen daaraan zitten, hebben ze steeds meer nodig. Ja. Alcohol, hetzelfde verhaal. Ja. Dat je steeds meer, meer nodig hebt, eigenlijk. Ja. En nou, je hebt ook een beetje een zoektocht in de spiritualiteit. Ja. Is die zoektocht dan een soort van je geestelijke cocaïne? Of kunnen we dat niet zo omschrijven? Nou ja, daar moet je ook voor opletten. Ja. Het ego maakt eigenlijk van alles wat leuk en lekker is een verslaving, hè? Ja. Zelfs aan spiritualiteit kan je verslaafd raken. Ik hoor mensen die hebben 100 keer ayahuasca gedaan. Nu heeft het ook nog met dat middeltje te maken natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk ook van deze interviews er wel 400. Ik heb al 400 mensen geïnterviewd. Dat je op een gegeven moment ook denkt, ja, is dat niet een keer genoeg geweest? Heb je nou niet de antwoorden gevonden die je zou willen vinden? Ja. Dus daar moet je ook voor op de loer. Of dat ligt ook op de loer, dat je volgende drug wordt inderdaad. Ja, precies, ja. Ja, als je er niet te ver in doorslaat, dan kun je meer zien van, ja, je bent nooit te oud om te leren. Dus is het ook fijn om in gesprek te gaan met zeker verschillende experts. En waardoor je verschillende invalshoeken krijgt. Ja. En je ook niet een soort van tunnelvisie ontwikkelt van, hey, dit is de weg. Nee, het heeft zeker. Ik vind het dan nog de minst erge verslaving, een interviewverslaving. Nu is hij ook gelukkig is hij nu wel een beetje ten einde. Ik pik nog hier en daar wat cherrypicking. Hè, wat ja, kerst. Precies. Ja. Ik denk, nou, dit lijkt me nog wel eens interessant. Ja. Maar hebben jouw verhaal ook. Ga jou natuurlijk straks ook interviewen voor Leven zonder Stress, de podcast. En dan zie ik een aantal aanrakingspunten en denk, ja, dat is interessant. Ja, ja. En heb je nu ook echt je rust gevonden of ligt er nog wel een paniekaanval soms op de loer? Nee, want ik heb wel het geluk dat ik mijn leven zo heb kunnen inrichten dat ik het ook kan voorkomen dat ik in situaties kom die waarvan ik weet dat ik er gevoelig voor ben. Ja. Ik noem maar wat, een drukke club op zaterdagavond. Ik ben gestopt met dat draaien. Dat was natuurlijk ook op een gegeven moment een stressfactor. Iedere keer laat in bed, je moet er naartoe rijden. Dus ik, ja. En wat brengt nog meer onrust? Ja, je hebt natuurlijk niet alles. Je kan niet alles voorkomen natuurlijk. Nee. Ik ben ook soms in Limburg bij mijn ouders en dan blijf ik daar een nacht of 4. Ja, ik kom echt wel kapot moe terug. Ga maar eens 4 nachten bij je ouders slapen. Ja, allemaal prikkels. Ja, ja. En wat denk je wat dat allemaal triggert? Ja. Het zijn toch je ouders. Je wil je goed voordoen. Ja, je wil je toch je best een beetje voorzetten. Dat lukt 2 dagen. Ja. Maar ja, soms denk ik ook wel eens, je moet jezelf natuurlijk, dat weet jij ook, je sport veel en zo, je moet jezelf ook niet te comfortabel maken. Nee. Want ik kan niet, ik kijk 500 documentaires per jaar, ik kan er ook 1000 kijken, dan lig ik alleen maar hier op de bank documentaires te kijken. Ja, maar is voor je geestelijke gesteldheid ook niet goed. Nee, dat krijg je ook. Er zijn ook psychologen die zeggen, bij binnenkomst bij hun cliënten, stellen ze de eerste vraag, sport je? Nee, dan ga dan maar weer weg. Kom maar terug als je sport. Ja. Zorg, dat doet natuurlijk heel veel met je brein, ja. Ja, ja. En wat doe jij aan beweging verder? Ik wandel wel, ik fiets. Maar er is wel wat, daar is zeker nog winst te behalen, ja. 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 En wat is de reden dat je zoveel documentaires volgt? Ja, nou, ik heb wel eens, kijk, ik zie dit ding ook als een soort machine die gevoed wil worden. Hè? Ja. En als ik dit ding niet genoeg voeding geeft, gaat het zijn eigen spookverhalen verzinnen. Dat is ook wel in onze familie een beetje gaande. Ik heb een neef die depressief is. Mijn vader is tijdlang depressief geweest, heeft nu psychoses. Dus ik weet, dit brein is ingesteld op doemdenken. Dat is gewoon een soort, ik weet niet of dat voor ieder brein geldt, voor mijn brein wel. Ja. Dus ik voed het liever met iets om op te knabbelen. Dan kijk ik een documentaire over een Franse filosoof uit de 17e eeuw. Dan heeft het weer iets, weet je wel. Ja, ja. En is dat niet die soort verslaving waar we het net over hadden? Kan. Ik merk wel dat ik er rustig van word. En niet eens zozeer euforisch of zo. Want het zijn natuurlijk ook hele saaie documentaires. Ik vertraag van documentaires. Ja. Ja, je hoeft even niet na te denken. Precies. Ja, dat is natuurlijk met alles. Hè. Je aandacht ligt daar. Ja. En zodra je aandacht weer hier ligt, ja, dan start die machine weer op. Ja.
Ja, ja, a happy mind is a quiet mind, zeggen ze dan wel eens. Hè? Absoluut. Ja. Ja, dat is het ook vaak met sporten natuurlijk, of met vissen. Nou ja, sommigen die denken dat ze het dan doen om de vis te vangen. Maar ja, ze hoeven even niet na te denken. Je bent met je aandacht daar. Ja, ja, helemaal in het nu. Je hoeft even niks. Ja. Dus ik denk dat wel helpt voor mensen. Wat zijn verder dan nog jouw doelen? Of heb je geen doelen? Vaar je wel bij hoe het leven zich ontvouwt? Nee, de doelen zijn meestal korte termijn doelen. Ik ben niet zozeer van de lange termijn doelen. Omdat ik heb het ook best wel luxe gewoon met mijn radiocarrière achter de rug. Soms heb je nog als doel, ik zou die nog wel eens willen spreken. Wie? Die of die. In dit geval Deepak Chopra bijvoorbeeld. Maar ik wil ook weer niet dat het een soort lijstje wordt, bucketlist. Want jij bent toch net zo interessant als Deepak Chopra? Misschien steekt Deepak Chopra... Ik heb Eckhart Tolle ooit geïnterviewd. Ja, die stak gewoon zijn riedeltje af. Ja, precies. Ja. Die doet op, inderdaad, ik heb hem ook veel horen spreken. En die heeft een soortzelfde verhaal continu. Ja, continu. Op zich is dat wel fijn voor mensen die op zoek zijn naar spirituele ontwikkelingen. Die gaan naar YouTube, die tikken het in. En die vinden het. Ja. En dat lijkt me dus vervelend dat je in de toekomst zeg maar telkens eenzelfde verhaaltje af moet gaan lopen, steken. Ja. Dat lijkt me op den duur heel saai worden. Absoluut, dan word je een soort Chuck Herp die alleen maar Manuela zingt hele dag. Ja. Of je dat nummer nog kent. Maar mijn god, dat wil je toch niet? Dat had ik bij de radio op het laatst. Ik denk, ja, ik zit te doen hier. Dat komt niet meer van binnenuit. Het is gewoon een herhalingsoefening. Ja. Wat was nou echt de reden dat je daar stopte? Want je zat er aan de top, om het zo maar te zeggen. En ineens had je zoiets van, het is klaar, ik hoef niet meer. Ja, ik had er gewoon geen lol meer in. En dat klinkt misschien heel blasé dat mensen zeggen, ja, maar het is toch je werk. Je kan niet altijd lol hebben in je werk. Ja, want dat soort verwijten krijg je dan. Ja, dat krijg je. Ja. Nee, ik had zoiets van, ja, dit is niet eerlijk naar de luisteraar toe. Want die wil toch ook gewoon getrakteerd worden op iemand die er alles op alles zet om er het leukst mogelijke ervan te maken. Ja, en ik merkte zelf dat het me steeds meer energie kostte. Het kwam niet meer vanzelf. Ik vind dat dingen wel een beetje vanzelf moeten komen. Ja. Niet zonder dat je moet er wel moeite voor doen, maar het moet wel op een bepaalde manier uit je komen of zo. Niet dat je eruit moet trekken. Nee. Het is net als met een relatie die over is. Ja, ik zat daar natuurlijk ook al 12 jaar bij Veronica. Op een gegeven moment kun je ook niet meer verder groeien. Iedereen kent je wel. Weet je, je kent in de tussentijd ook alles en iedereen. Gewoon geen nul uitdaging meer. Nee. En dan kun je wel denken, nou, voor de naam en de faam en het geld blijf ik het doen. Maar ik kon dat niet. En in de tussentijd was ik natuurlijk ook al hiermee gestart met die podcast maken. En dat trekt me nog steeds, ja. Ja, en maar, wat maakt het dan dat de podcast wel zo lang blijft hangen? Ja, toch diepgaander dan de radio. Om de radio moest ik roepen, hey, U2, fantastisch. Terwijl ik zelf helemaal niet van U2 hou. Ja. Weet je, maar dan moest ik het toch zeggen. En komen er weer 3. Ja, het moest altijd kort. Het werd steeds korter. Ja. Steeds meer creatieve beperkingen. Ja, bij podcasts heb ik toch het idee dat ik het beetje zelf mag kiezen met wie ik praat, hoe lang ik praat en zo. Ja, zo ervaar ik dat ook hoor. Ik kan ook mijn gasten uitkiezen. Zo voelt het echt. Hoe leuk is dat? Met wie heb je zin om in gesprek te gaan? Want je laat het naam of je laat het woord interview vallen en er gaan heel veel deuren open ineens. Ja, ja. Ja, dat vind ik wel mooi in dit wereldje, zeg maar. Dat je ook steeds meer leert. En nou, daar hadden we het net natuurlijk voor dit gesprek al over. Dat je van iedereen wel een bepaald inzicht krijgt. Ja. Waar je wat mee kunt. En de voorbereiding vind ik ook al leuk, want ik zit regelmatig thuis in de tuin, ben ik een boek aan het lezen. Ja. En dan komt mijn vriendin terug van haar salon. En dan zegt ze, en wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, ik ben weer keihard aan het werk. Ja, het is wel zo. Ja. Ja, het ligt gewoon lekker een boek te lezen. Ja, nee, ik klopt. Nee, maar je ziet ook aan jou dat je het gewoon hartstikke leuk vindt om te doen. En dan wordt het ook wat. En dat voelen mensen. Dan denk ze, oh, nou, daar ga ik wel mee in gesprek. Die heeft er lol in of zo. Ja. Ja, ik denk dat heel belangrijk is inderdaad. Ook als je nog op zoek moet naar je passie, om het zomaar te noemen. Het moet iets zijn wat je op lange termijn leuk moet blijven vinden. Ja. Want sommige mensen, ik sprak bijvoorbeeld gisteren iemand, die zegt, ja, ik wil heel veel geld verdienen. Maar die zit dan in een business wat hij niet heel interessant vindt. Ja. Zeg, ja, dan ga je er nooit rijk mee worden. Want je houdt het misschien 4 jaar vol, 5 jaar, maar er komt een moment dat je ermee wilt kappen. Ja. En geld moet niet je drijfveer zijn. Kan ook uiteindelijk niet. Het is ook niet wat je uiteindelijk het geluk brengt. Nee. Wat is geluk eigenlijk? Kun jij dat omschrijven? Ja, ik heb daar wel een vrij stellig antwoord op. Ik hoop niet dat je ervan schrikt. Maar ik zeg toch, geluk is wat je bent. Ja, ja.
En alles eromheen kan jou ogenschijnlijk ongelukkig maken. Kan dat geluk een beetje vertroebelen. Eigenlijk de mooiste metafoor is toch de zon. De zon schijnt altijd. Wij zeggen nu vandaag, hey, de zon schijnt niet. Tuurlijk schijnt de zon. Ja. Er zitten wolken voor. Die wolken is dan de metafoor voor de gedachten die jou ongelukkig proberen te maken, zullen we maar zeggen. Maar het geluk is, als je kijkt naar een baby, is het toch een en al geluk. Ja. Dat, je komt als geluk ter wereld. Alleen ja, het wordt op een bepaald moment komen de dingen die dat geluk een beetje gaan afdekken of zo. Ja. En we denken dat we geluk uit de wereld moeten halen. Maar ik ben er toch achter gekomen dat geluk iets is wat je meebrengt hier naar het feestje. Weet je, ik ben geluk, jij bent geluk. En samen brengen we het mee hier naar dit gebeuren. Ja. Nou, als je het een beetje van die kant bekijkt, heb je ook sec niet altijd allemaal die dingen nodig die je dan zogenaamd gelukkig maken. Ja, ik vind het wel een mooie metafoor met de zon. De zon en ja. De wolken. Toch zijn baby's niet altijd gelukkig. Kunnen ook flink huilen. Ja, maar ja, de vraag is of ze dan... Eigenlijk is dan dat huilen, maar dat geluk blijft als een soort constant op de achtergrond. Wordt even door dat huilen een soort van overgenomen, maar is daarna weer... De basisinstelling is toch... Ja. Geluk. Ja. En hoe zorg jij ervoor dat je gelukkig bent? Ja, gelukkig vind ik dus een slap aftreksel van geluk. Ik ben liever geluk, gewoon altijd. Gewoon, ja, basic. Zonder gedachten, daarom kijk je de documentaires. Ja, ja, nee, ja, ik ben wel heel bezig. Oké, laten we het dan inderdaad daarna troepen waar je aandacht op legt. Gewoon toch constant proberen je aandacht niet weg te houden. Want dan lijkt in het moment. Ook, ja, wat zich nu aandient. Nu ben ik het gesprek. Ja. En ik merk, zodra ik ga denken aan iets... Als ik naar gedachten ga luisteren... Ja, maar je auto moet nog gekeurd worden. Of de buurvrouw zei vanmorgen geen goede morgen. Ja, dan ben ik uit het moment. Zit ik met het, want voor problemen heb je een verleden en een toekomst nodig. In het nu, dat is dat beroemde nu. In het nu is eigenlijk nooit wat aan de hand. Ja. Ja, inderdaad. Er is niet echt een probleem eigenlijk. Alleen het is meer het overdenken wat het probleem is. Ja. We maken feitelijk zelf van dingen een probleem. Ja. En tuurlijk, als ik nu mijn been zou breken... Dan zou je eigenlijk neutraal naar kunnen kijken. Het been is gebroken. Ja. En het gaat gezet worden. Ja. De rest is het verhaal eromheen. Hoe heeft me dit weer kunnen gebeuren? Hey, dat vond ik zo mooi net aan jou. Je liet de telefoon vallen. Er zat toch een barst in. Maar ik zag niet echt bij jou een verschil in gemoedstoestand. Nee, klopt. Ja, en dan denk ik nou... Oké, dat komt misschien ook omdat jij meerdere telefoons hebt. Stel, het zou, ik ben 12, het is de telefoon die ik van spaargeld gekocht heb. En die valt, hoe zou ik dan reageren? Ja. Tuurlijk heeft het ook met de omstandigheden te maken. Maar ik zie bij jou wel een soort gelijkmoedig. Je blijft gewoon hetzelfde. Ja. Ja, ik denk dat je het goed zegt. Ook al is het mijn enige telefoon, het zal niet veel aan mijn gemoedstoestand veranderen. Nee, het is toch al gebeurd. Ja. Alleen ja, die stemmetjes die kunnen zich ermee gaan bemoeien. Zeggen we beter weer stom geweest en had nou beter opgelet. Ja, klopt ja. Ja. Ja, als ik de keuze had, had ik wel de keuze gemaakt om hem niet te laten dat vallen. Dat is het. Dat is zo mooi hè. Uiteindelijk zijn we natuurlijk allemaal onschuldig. Maar ja, ga dat maar eens hardop roepen. Dat is niet iedereen mee eens natuurlijk. Nee, nee, ik denk dat je dat veel benoemt in de podcast Non-Dualiteit. Hè? Ja, met dat Paul. Ik ben zelf wel een... fan wil ik het niet noemen, maar ik vind het mooi hoe die spreekt over non-dualiteit. Paul Smit. Ja, ik heb ook meerdere boeken van hem gelezen. Cool. Nou, ik heb toevallig ook zijn compagnon gehad als gast. Ja, wie? Over Esther ten Hoven. Oh ja, over alcohol. Ja, ja heel mooi, mooi gesprek was dat over alcohol. En hij heeft ook een beetje dezelfde aanpak hè, met de stemmetjes in je hoofd. En hoe je ernaar moet kijken, hoe je gedrag moet veranderen. Mm-hmm. Dat je echt moet beginnen met kleine dingetjes veranderen. Dat je gemiddeld gezien 66 herhalingen nodig hebt om je gedrag te veranderen. Ja. Als je je bestekla verandert bijvoorbeeld. Die zet je aan de andere kant van de keuken. Dan loop je gemiddeld 66 keer verkeerd. Ja, ja. En dat is net als met gedragsverandering. Dus ik vind dat hij dat heel praktisch maakt in zijn boek. En wat haal jij vooral uit je gesprekken met hem over non-dualiteit bijvoorbeeld? Ja, ja die podcastreeks loopt al 12,5 jaar. Filosofie met mayonaise heet die op Spotify. En op Apple heet die Praten over bewustzijn. Dat vind ik ook zo leuk. Je kan gewoon een podcast verschillende titels geven op verschillende platforms. Waarom niet? Er zijn geen regels voor. Ja, klopt, ja. Maar goed, om op Paul terug te komen. Ja, hij is zo lekker
nuchter gewoon. Weet je, waar ik nog wel eens soms expres, maar ook soms niet expres uit de bocht kan vliegen. En me weer druk kan maken over een barst in een raam. Ja. Brengt hij het altijd terug naar, ja, toch het nu feitelijk. Wat is nu het probleem? Weet je, ja. We zijn toch altijd maar problemen aan het fantaseren. En dat heeft hij me wel goed aangeleerd. Ja. Wordt het leven dan niet saai. Een soort van saai? Ja, het kan. Maar ja, als je de keuze hebt tussen saai of altijd gestrest, dat vind ik altijd wel mooi. Dan kies ik toch liever voor saai. Ja. Maar het ego wil natuurlijk stress. Het ego wil, althans een aantal van die stemmen willen natuurlijk reuring in de tent. Ja, inderdaad, ja. En maar jij en ik hebben al een zat reuring in ons leven meegemaakt, toch? Op een gegeven moment is het toch ook eens mooi geweest. Je kan toch niet alleen maar naar de kermis gaan de hele dag? Nee, nee, dat is zeker waar. Ja, ik moet zeggen dat ik nu mijn ego flink is uitgeraasd in mijn twintiger jaren. Ja. Dat ik nu wel een soort van rust heb gevonden. Ik hoef niet meer overal bij te zijn. Ah, lekker. Ja. Geen fear of missing out. Ja, want je wordt evengoed nog veel gevraagd voor feesten, festivals, dat soort dingen. Ja, ook als bijvoorbeeld MC. Ja, doe je dat veel? Ja, ja. Ik heb dat voorheen regelmatig gedaan. Ja. Maar nu heb ik zoiets, ja, het boeit me gewoon niet zoveel. Ik hoef niet meer tot 2 uur in de kroeg te staan. Ik doe nu alleen op lokaal niveau nog eens wat dingetjes, omdat ik het leuk vind voor bekende mensen. Maar ik hoef niet meer zo nodig op een festival te staan. Nee. Om de aandacht te krijgen of dat soort dingen. Heb je al voortgeplant? Ik heb me gelukkig al voortgeplant. Nou ja, ik vraag dat. Want er zijn natuurlijk ook, Paul wijst daar ook steeds op. Er zijn natuurlijk veel mensen die geïnterviewd hebben, die zeggen het draait in dit leven op de eerste plaats om seksuele selectie. Ja. 99,99% van de dingen die we doen, op een podium staan, flink sporten, je hebt gevoetbald op niveau, ik bij de radio, dat is allemaal dat dit genenpakketje wil laten zien. Kijk eens, goed genenpakketje, plant je voort erbij. En zodra je, bij mij was het ook zo, vanaf het moment dat ik me had voortgeplant, dat is nu dus 13, 14 jaar geleden, is dat bij mij ook allemaal een stuk minder belangrijk geworden. En dan denk je, zou het echt dat in de eerste 30 jaar van je leven zo'n belangrijke drijfveer? Ja, blijkbaar dus wel. Ja, het zou kunnen. Ja, en dan, ja, nee, ik zucht omdat ik ook denk, ja, dat is toch ook gewoon op de eerste plaats een biologisch machientje dit, hè? Ja. Wat zijn eigen programmering heeft. En dan komen wij achteraan zeilen met onze goede bedoelingen. En weet je, dan hoor ik weer van een gynaecoloog die hij leeft niet meer, maar die dus 35 vrouwen bezwangerd heeft. Door te zeggen dat zaad van een anonieme donor was. Ja. Ik kan die man bijna niet kwalijk nemen, want dat apparaat heeft gewoon een kans gezien om zichzelf zo enorm mogelijk voor te planten. Hup. En daar praat ik het niet mee goed, hè. Maar ik denk dat dit de kracht van, dat onderschatten we, de kracht van de biologie in ons lichaam. Echt, want als wij dit gesprek zouden voeren en er zat daar een bloedmooie, vrijgezelle, blonde vrouw van een jaartje of 30 met een leuk kort rokje aan. Reken maar dat wij competitiever naar elkaar toe waren. Ja. Dat Oh, en als die vrouw in de, niet in de overgang, maar als die vrouw in haar ijsprong zou zijn, dat hebben ze ook wel eens onderzocht. Nou, dan moet je eens kijken, dan gaan we nog 10 keer harder tegen elkaar tekeer, want dan willen we helemaal haar laten zien van, hier zit de sterkste, hier zit de slimste. Ja, mijn vriendin zei het gisteren toevallig nog op de bank. Zei ze, ja, stel nou dat je een gesprek hebt met 5 vrouwen en er zit niet echt eentje van jouw smaak is, om het zo maar te zeggen. Of je hebt een gesprek met een bloedmooie vrouw. Ze zegt, ja, dan heb jij toch een ander gesprek. Absoluut. Dus ik zeg, ja, ik moet je gewoon gelijk geven. Het is. Maar ja, ze zegt, ja, het is toch mooi dat we het hierover kunnen hebben. Want ja, natuurlijk is er af en toe een flirt hier of daar. Alleen ja, het is net, hoe ga je ermee om? Ja, hoe ver ga je? En ja, je gaat je ook steeds meer realiseren dat het allemaal het gezeik niet waard is. Want voor hetzelfde geld, ja. Heb je, wat ik dan hoor van zo'n Douwe Bob, die had toch 3 vrouwen tegelijk die zwanger van hem waren. Ja, volgens mij 2 en hij had al een kind bij een andere vrouw. Volgens mij was dat, ik weet niet zeker. Ja. Maar in ieder geval toch dat je denkt, ja, ik kan het, artiesten, ja, die krijgen, ik heb het zelf ook meegemaakt, de bloedmooiste vrouwen die aandacht, en je zul je als MC op een podium ook gehad hebben. Je bent toch het alfamannetje op dat moment. Ja, klopt. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Ja. Hey, even terug naar je non-dualiteit. Is het zo dat jij dat dagelijks integreert in je leven, non-dualiteit? Of kan je het wat meer omschrijven voor de kijkers, luisteraars? Wat is het precies? Het is natuurlijk een beetje een mooie
Nou, een moeilijke term. Ja, het verwijst eigenlijk naar... Het ontkent iets, hè. Het ontkent de dualiteit. Dus feitelijk kan je er niet zo gek veel mee. Behalve dat... Ja, ik toch voed ik me er iedere dag mee. Ik luister heel veel opnames van bijvoorbeeld Jan van Delden. Adya Shanti. Ook allemaal mensen die ik geïnterviewd heb. Die wijzen je wel steeds op de mogelijkheid. Ik noem het maar gewoon een mogelijkheid, hè. Dat het ook wel eens heel anders in elkaar zou kunnen zitten hier in deze wereld dan wij denken. Wij denken bijvoorbeeld dat we nu wakker zijn, vannacht liggen te dromen. Ook mensen in India die zeggen, nee, nu ben je aan het dromen. Vannacht in de diepe droomloze slaap, dan ben je wakker. Snap je die draai? In de droomloze slaap, dat is wel belangrijk. Belangrijk, ja. Dus niet in de droom liggen, nee, nog gewoon te dromen. Ja. Maar feitelijk is dit dan ook gewoon een droom, alleen een veel... Een levensechtere droom met geur en smaak. En vanwege je zintuigen die wij als mens allemaal hebben. En ja, hoe helpt mij dat dan nou? Nou ja, dat helpt mij wel om het allemaal niet te serieus te nemen. Je gaat het leven meer zien als een soort lollig. Ja. En dan kan je dus inderdaad als de telefoon valt gewoon denken... Ja, dan is dit nu wat er gebeurt. En oké, dan moet ik krom liggen voor een andere telefoon. Nee, je zei al meteen als eerste van... Nou, het ding was toch ook al slecht qua geluid... Het was toch al een vervanging toe. Ja. Praat je natuurlijk cognitieve dissonantie. Ja, achteraf goed praten. Even goed voor jezelf. Maar het helpt mij heel erg in dat de dingen zijn zoals ze zijn. En dat ik ze niet... Ik heb ook altijd heel erg gedacht dat ik de dingen naar mijn hand kon zetten. Maar daar word je geen leuke mens van, toch? Nee, klopt. Nee, ik heb zelf ook inderdaad dat... Volgend jaar bijvoorbeeld geef ik nog 2 dagen les hiernaast op de middelbare school. En... Ja, heel veel collega's denken altijd dat ze controle hebben. Maar ja, ik weet gewoon dat ik geen controle heb. Want als ik een leerling heb die in één keer uit het raam wil springen, springt hij uit het raam. Als een leerling een stoel tegen het raam wil gooien, gooit hij een stoel tegen het raam. Ja, daar heb ik echt geen controle over. Kun je niet voorkomen. Nee. Het enige waar ik de baas over kan zijn, in mijn idee, om het even praktisch te maken, is hoe ik reageer op die leerlingen. Ja. En daardoor kan ik voor een relaxte sfeer zorgen. Dus... Dat probeer ik mijn collega's ook altijd mee te geven. Het is hoe jij omgaat met die situatie. Je kunt niet in één keer een pakketje leerling... dat al zijn gewoontes heeft en 95% tot 99% misschien onbewust doet... die kun jij in één keer gaan veranderen. Nee. Jij kunt alleen veranderen hoe je reageert op diegene. Ja. En dat zorgt voor een relaxte sfeer in de klas. Wat ook weer de boel verandert. Ja. Dus ja, het is meer hoe reageer je op situaties. Nou, net als dat ik net mijn telefoon laat vallen. Ja, ik weet direct, gebeurt, kan er niks meer doen. Ja, dat is met het hele leven zo. Maar weet je dat dan zelfs op dat moment hoor ik bij mij een heel klein stemmetje... waar ik dan ook maar gewoon om moet lachen. Die zegt, zie je nou wel, je had een grote tapijt moeten kopen. Want je hebt toen staan twijfelen, zal ik deze nemen of nog? Als hij nou had nou een grote tapijt, dan had het ding net op het tapijt, was het niet stuk. Dat kan. Ja. Kijk, ik heb een heel associatief brein, wat gewoon, daar heb ik best wel veel aan in dit soort interviews. Want ik kan altijd wel weer een nieuwe antwoord of een vraag verzinnen. Ja. Maar het kan dus ook associëren de kant op dat het denkt, zo, dan gaan we lekker Patrick de schuld in de schoenen schuiven, dat de telefoon van Jan kapot is gevallen. Want jij had hier tapijt moeten neerleggen. Ja, het is natuurlijk waanzin. Kijk, fantasie is een groot goed. Ja. Daardoor kan je ook boeken schrijven en podcasts maken. Weet ik wat allemaal. Maar het kan ook zich tegen je keren. Ja, en zeker in het brein en je lichaam die erop reageert. Want ook als jij bijvoorbeeld een film kijkt. Ja, je lichaam weet niet of het echt gebeurt of niet. Juist. En dat maakt het natuurlijk heel interessant. Ja. Want je reageert op angst. Ja. En ga je helemaal in mee. Je hart gaat zich versnellen. Dus als mensen dat ook leren, dat de realiteit, dat het lichaam en het brein het vaak het onderscheid niet kent daartussen. Nou, dan wordt het leuk spelen in het leven. Absoluut. Daar zijn goede oefeningen voor. Weet je, als ik nou voor de grap tegen jou zeg... Hey, ik hoor net van de buurvrouw dat je auto in de fik staat. Dan voel je al... Wow, auto's in de fik. Ja, maar ik krijg nog niks. Maar, en dan, grapje. Ja, grapje. Ja, leuk. Het lichaam was al in alle staten. We wilden al naar buiten rennen met een emmertje water. Ja, daarom kunnen we inderdaad gewoon zo... Weet je nog dat van The War of the World? Zo'n hoorspel wat ze hadden uitgezonden in de jaren 20 op de radio... Het ging er dus over dat de aliens eraan geland waren. Er waren dus mensen echt in paniek de straat opgerend. En de aliens zijn gekomen. Ja, het was een toneelstuk op de radio. Maar het was zo levensecht gemaakt. Ja. Iedereen geloofde het. En ja, het is ook wel mooi dat we er zo met z'n allen in kunnen trappen. Maar
Nou, je kan er dus voor kiezen om er niet meer in te trappen. Ja, en hoe krachtig is het brein dan eigenlijk? Absoluut. Ja, het is echt... je kan zelfs met oefeningen voor je vinger... is er ook bijvoorbeeld gemeten dat je spierkracht... als je alleen maar denkt dat je vinger bijvoorbeeld... dat je die beweegt... dan wordt de spierkracht al 20% vergroot... als je dat 4 weken, 3 maal per dag gaat doen. Ja. In gedachten alleen al. Ja, ja, ja. Of voetballers. Dat zijn voetballers die op weg naar de wedstrijd... kijken ze beelden van een hele goede voetbalwedstrijd. Ja. En er is dus van gezegd dat je daar toch een paar procent beter van wordt. Ja. Het is natuurlijk ook wel logisch. We kijken ook heel veel van elkaar af natuurlijk. Ja. Ik ben ook beter als radiomaker. Ik luister ook heel veel bandjes uit Amerika en allerlei dingen van wat ik dacht. Wauw, als ik daar toch ooit eens aan zou kunnen tippen of zo. Ja, ja. Ja, ik herken het wel hoor. Ik ben nu na mijn voetbalcarrière, om het zo maar te noemen, ben ik gestart met tennissen. Ik kijk ook heel veel beelden op YouTube. Hoe beweegt iemand nou? En je slaat het onbewust toch heel erg op hoe iemand zich beweegt over het veld. Hoe iemand slaat. Dus ik denk dat je... daar veel meer van leert dan we eigenlijk denken. Ja, je programmeert jezelf. Maar andersom denk ik ook, als ik zo'n heel seizoen van House of Cards gezien heb, ken je die serie? Ja. Ja, ik werd ook een beetje slinkser en manipulatiever, merkte. Ja, dat je toch wat gaat overnemen ervan. Ja. Ja. En daarom snap ik dat er op games en zo, dat er wel allemaal ook waarschuwingen op staan en leeftijd voor een bepaald soort films. Want zeker als kind. Ja, dat is natuurlijk een en al imitatie. Ja. Ja, ze zegt ook vaak over patiënten met ernstige ziektes in het ziekenhuis. Geeft ze vaak als advies om veel comedy te kijken. Ja. Veel met vrienden om te gaan. Dat gewoon het proces heel veel verbetert. Ja. Om inderdaad je immuunsysteem te boosten. Hè? Net zoals met bijvoorbeeld een placebo-pil, als je alleen maar een pil die niet werkt erin gooit, dan werkt het al, omdat je lichaam daarmee bezig is. Wat zei een huisarts tegen mij na mijn eerste burn-out? Die zei, joh, wat vond je vroeger leuk om te doen? Ik zeg, ja, stripboeken lezen en tekenfilms kijken, zegt hij. Maar ga dat doen, stripboeken lezen en tekenfilms kijken. Ja. Als remedie voor een burn-out. Ja. Ja, natuurlijk zei hij ook wandelen, zwemmen, wat vond je nog meer? Maar dat... Er moet weer eens wat lucht in je leven komen, zei hij. Je bent de zaken veel te serieus aan het nemen. En hij had gelijk. Ja. Heel seizoen van Family Guy gekeken, Simpsons. Ja, ik begon weer een beetje lol erin te krijgen, weet je wel. Ja. Terwijl een ander misschien zou zeggen... nou, ga maar aan de weet ik wat je allemaal van pillen hebt... om te ontstressen. Ja, ik denk dat dat wel een goede is inderdaad... om te ontstressen, om weer even terug te komen op het leven zonder stress. Mm-hmm. Om even te kijken naar van wat vond je vroeger nou leuk... om te doen. Ja. Hè? Kijk, ik heb jarenlang gevoetbald. Ik zit nog steeds in een zaalvoetbalteam met mijn vrienden. Ja, dat vond ik als kind ook al leuk. Ja. En dat doe ik nu nog steeds. Ja, je glunde ook als je het zegt. Dat zie ik aan je. En wat dat betreft denk ik, we worden wel ouder. Dit lichaam wordt wel ouder. Maar wat wij van binnen, wat zich daar afspeelt, is toch eigenlijk een soort tijdloos. Hè? Ja. Ik was vroeger ook al, vond ik praten met mensen ook al leuk. En ik was in de klas ook altijd al de entertainer en die de grap, die de sfeer goed wilde maken En ik schreef graag en ik was bij Nederlandse les. Iedereen, niemand wilde voorlezen. Patrick was natuurlijk stak zijn hand op. Ja, dat zat er gewoon allemaal al in. Ja. Dus ja, waarom dat dan de rest van je leven onderdrukken of zo? Omdat je nu niet meer kind bent? Ja, ja, ik denk dat dat inderdaad een mooie is om even praktisch te vertalen. Dat je goed gaat kijken naar je kwaliteit en wat je leuk vindt. Inderdaad, wat jij zegt, het presenteren zat er al vroeg in. Op basis dus bijvoorbeeld van het voorlezen voor de klas. Ja, podium pakken. Van mensen. Dat je dat daar ook niet voor moet weglopen. Hè? Want je zou ook kunnen vervallen in de gedachte... ja, moet je mij nou weer zien? Ik ga het podium weer pakken. Ja, ik moet weer dat is natuurlijk weer een valkuil. Ja, klopt. Ja, valkuil. Ik vind van Paul, je bent ook fan van Paul Smit, zei je net. Kijk, pijn is er niet voor niks. Op het moment dat het een beetje pijn begint te doen, weet ik eigenlijk van oké, hier ben ik inderdaad aan het overdrijven of zo. Hè? Want ik kan inderdaad doorslaan. Want het is bijvoorbeeld tegenwoordig met social media heel makkelijk om likes te scoren, om aandacht te krijgen. Je hoeft maar als iedereen aanroept, zelf B te roepen. Ja. En je pakt sowieso al... weet ik het, 100 likes. Want er zijn altijd mensen die tegen draad zijn. Ja, klopt. Ja, zeker. en daar probeer ik een beetje voor te waken. Weet je, ik vind soms namelijk ook A. En dan moet ik niet, maar... Per se bezig. Ja.
Nu vind ik vaak ook B interessanter dan A. En dan ga ik dus ook denken van nou, dan gaan we B eens onderzoeken. Ja. Maar het moet geen trucje worden inderdaad. Dat zie je ook wel veel bij columnisten en vloggers. En vooral mensen op Twitter zijn het nergens mee eens. Overal mee oneens. Weet je wel, dan zijn we ineens met z'n allen voor de boeren, zijn zij tegen de boeren. Ja. Iedereen is tegen Mark Rutte, zijn zij ineens voor Mark Rutte. Ja. Ja. Ja, dat merk je toch wel veel in de maatschappij, merk ik, over welk onderwerp het nu ook gaat. Je moet ergens bij horen, terwijl ik denk, ik hoef helemaal nergens bij te horen. Nee. Ik kijk gewoon naar de argumenten. En de ene keer vind ik daar wat voor te zeggen. Ja. De andere keer vind ik daar wat voor te zeggen. Maar het is niet zo dat ik me ergens bij wil aansluiten. Nee. Want dan moet je ook aan het complete verhaal vasthouden of zo. En blijven verdedigen. Het is eigenlijk heel onvolwassen gedrag, hè? Ja. Group belonging, ergens bij willen horen bij een cultuurtje. Maar dat is natuurlijk ook met personen zo. Want als je praat bijvoorbeeld over president Trump. Ja, mensen die... Paul Smit die zei dat mooi in zijn boek volgens mij. Mensen die willen zoveel mogelijk energie besparen. Want als zij moeten zeggen, Trump die doet dit goed, dat goed, dat goed, dat goed. Maar dit en dit en dat doet hij niet goed. En dat kost veel energie en mensen zijn ingesteld om energie te besparen. Zeker het brein, Ja, precies. Om te overleven. Ja. En als we dat nu gaan beseffen, van zo zijn we nu eenmaal ingesteld. Ja. Hè, dat is ons default system, network, als het ware. Dan hoef je niet meer te zeggen van hij is een klootzak of hij is een topper. Ik heb echt zoiets, dit heeft hij misschien goed gedaan. Ja, vrij onvriendelijke opmerking, niet handig. Nee. Weet je? Maar het is niet zo dat iemand alleen maar slecht is of alleen maar goed. Nee. Iedereen heeft goede en minder goede kanten. Ja, de een veel meer, minder goede, maar goed. Ja, zo is het verdeeld. Maar je hebt gelijk, het brein is constant bezig met energiebesparing. En daardoor zijn wij geneigd inderdaad om maar gewoon een shortcut te nemen. En te zeggen, zij zijn goed, wij zijn slecht. Of wij zijn goed, zij zijn slecht. Ja. Ja, dat is ook met... stel dat je bijvoorbeeld een groep mensen op een eiland zet. Nou ja, dan wordt het een soort van samenleving. Mm-hmm. Maar als je gaat zeggen, oké, dat is groep A, dat is groep B. Nou, dan ontstaat er gewoon een oorlog. Het begint het al. Ja, dan begint er gewoon herrie. Ja. Was vroeger toch bij dorpen al onderling. Ik weet of het in West-Friesland ook zo was. Dat, wat heb je allemaal? Je hebt natuurlijk Enkhuizen. Jij komt uit... Boven Karspel. Heb je ook Hoogkarspel? Ja, Wervershoofd. Zaal van Rooien. Weet je, allemaal dingen... Dat allemaal met kermissen ging. Ja, maar je merkt dus gewoon dat sommige... wij worden bijvoorbeeld strekers genoemd, om het zomaar te noemen, door een ander dorp. Maar wij zijn daar eigenlijk zelf helemaal niet zo mee bezig. Nee. Het is meer dat een ander dorp dat over ons zegt, dan dat wij met andere dorpen bezig zijn. Ja. Wij doen gewoon ons ding. Maar blijkbaar, de mensen werken nu eenmaal zo, creëer je een identiteit. En die wordt alleen maar groter als je dat met je bepaalde groep doet. Ja, absoluut. Om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik ben er zelf niet zo heel erg mee bezig om er ergens dan bij te horen. Bij te horen qua waar je woont. Nee. Je hoort wel bij de podcastclub, hè? Ja. Maar goed, dat is een leuk clubje om bij te horen. Zit nu vast. Zit nu wel. Ja. Maar ik moet zeggen, inderdaad, je spreekt wel echt leuke mensen allemaal. Maar dat is een beetje... Je krijgt een soort like-minded mensen die je treft. Ja. En dat had ik ook toen ik op Aruba ging wonen. Halverwege mijn 20e jaren. Je ontmoet daar allemaal mensen die openstaan voor avontuur. Die openstaan om nieuwe mensen te leren kennen. Ja, dat bevalt me gewoon heel erg goed. Dat soort gesprekken. En dit ook. Mensen die openstaan voor verdieping over bepaalde zaken. Inzichten delen of... verwerven. Ja, het is ook leuk, want je ontmoet elkaar van de 100 mensen die je spreekt, ontmoet je 90 waarschijnlijk maar één keer. En toch heb je een hartstikke leuke middag, leuke ontmoeting, leuk gesprek. Is inderdaad wat te vergelijken met vakantie, wat jij zegt. Vakantie kom je ook soms een avond, heb je het helemaal leuk met iemand en die zie je nooit meer daarna. Ja, klopt. Ja, en dan krijg je daarvan, we gaan contact houden. Ja, we spreken. Ja, maar komt dan toch niet. Maar is die ook helemaal niet erg? Want je hebt wel uiteindelijk dat gesprek. En hier wordt het ook nog eens bewaard. Dus dat is dan helemaal leuk. Ja, klopt. Ja. Ja, over bewaren gesproken. Laten we inderdaad bewaren dit gesprek. Ja. Ik ga hem afronden. Is goed. Een heel erg leuk gesprek. Ik ook. En we gaan nog iets opnemen voor Leven zonder Stress. Ja, dus dan gaan we de rol omdraaien. Ja, leuk. Oké, hartstikke bedankt. Jij ook, Jan. Tof dat je mee op Inspiratie was. Wil jij ook nog meer afleveringen luisteren? Sponsor mij dan via opinspiratie.nl.